allemaal. Hallo, oh, daar is de focus. Ja, focus, daar zijn we weer. Ja. We zijn er weer met onze vlog. Een weekje later, want Emiel die wat griep vorige week. Arme schat. Is niet fijn, kan ik je vertellen. Nee, en de vlog opnemen in je eentje is hem toch ook niet helemaal. We gaan het eigenlijk is de vlog van vandaag eigenlijk een vervolg op de livestream van anderhalve week geleden. Omdat er gewoon dampen zo gigantisch veel in het nieuws is. Ja. Dat is gewoon echt niet normaal. Het is ook precies tijdens Stoptober, dus dan hebben ze wat te verliezen. Ja, dat is echt gewoon echt erg. Ik heb met heel veel mensen gesproken en die zeggen, ja, het viel al op dat elke keer ergens tussen eind september en eind december, dat er altijd een dampen negatief in het journaal was. In verband met het gaan stoppen periode, zoals oktober en januari, met de goede voornemens. Maar dit jaar is wel echt een hele erg grote shitstorm. Dus, ja, ze dus hebben natuurlijk ook leuk ingespeeld op wat er in Amerika gebeurd is. Ja. En dat hebben ze natuurlijk een stok gevonden. En nou zijn ze ermee aan het slaan. Ja, en dat is gewoon echt, echt vervelend. Waar ik me eigenlijk het meest aan stoor, kijk, ik weet dat de Nederlandse media gewoon absoluut niet objectief is. Dat wist ik al door alles rondom Brexit en Trump en dat soort dingen. En Forum voor Democratie. En als je ook kijkt naar hoe ze bericht over zeg maar GroenLinks en over de PVV. Als een GroenLinks'er wat fout doet, dan hoor je niks. Hoor je zo goed als niks. Of dan wordt het allemaal gedownplayed. En laat maar. Onderwerp. We dwalen een beetje af. Dampen in het nieuws. Wat me ook opvalt is dat sinds het hele gedoe Akvoda echt een heel stuk actiever is geworden. De laatste, denk 2 jaar was Akvoda niet echt super actief. Ja, heel af en toe een keertje wat. Ze hebben een nieuw bestuur, hè? Ja. Ze hebben herstart gedaan. Ja, sinds begin dit jaar. En nu met dit nieuws. Het begin vond ik ze een beetje afwezig. Maar uiteindelijk hebben ze het wel opgepakt. En zie je wel steeds meer berichten van hun voorbij komen. Ja, ze zijn op onze livestream geweest. Ja. Dat was heel gezellig. Ja. Ja, dat was wel echt heel erg leuk, die livestream. Het is trouwens wel goed om naar te kijken. Dus misschien dat je deze kan linken in de... Ja, de link naar onze livestream over die radaruitzending en alles eromheen. Ja, het was werd een stream van ongeveer 2 uur. Ja, ik zou wel even de eerste 9 à 10 minuten skippen, want wat een beetje... Ja, en ik heb een comment gemaakt van waar het de technische... Ja, met de timestampen waar de technische problemen klaar zijn. Ja, dus eerst 9 minuten af skippen. Ja, 9 minuten 40 seconden of zo, geloof ik. Maar het staat in het film. Ja, maar en dan blijft het nog bijna 2,5 uur aan film over. Ja, dat is heel interessant. We gaan op alles in. We trekken daar die hele radaruitzending uit elkaar. En we debunken eigenlijk alles. Ja. Dus alles wat ze zeggen. En het is wel zo dat instanties als Trimbos en RIVM, die zijn best wel laakbaar in dit geval. Met disinformatie en gepaniekzaai. Wat echt nergens op slaat. Nee. Weet je, en ook gewoon het alleen al van, er is niet genoeg onderzoek. En ook met roken werd er na 30 jaar 1100 onderzoeken. Ja, en ook met roken werd er na 30 jaar pas bewezen. Toen rook op de markt kwam, zijn er toen gelijk al onderzoeken gestart? Nee. Nee, maar laten we dan daarmee beginnen. Ja, maar ook de technieken voor onderzoek die we tegenwoordig hebben zijn een stuk beter dan die we in 1968 hadden. Ja, dat ook. Dus we kunnen veel sneller een conclusie trekken of iets veilig is of niet. Nee, en in 1968 toen kwam de Royal College of Physicians ermee naar buiten dat het schadelijk was. Terwijl eigenlijk in 1900 het al vermoeden al bestond alleen ze zijn het pas in 1960 echt gaan onderzoeken. Dus... Ja. En dit is echt vanaf dag 1 zijn er onderzoeken naar gedaan. En dat is een groot verschil. Vanaf 2009 of zo zijn ze ermee begonnen. Oké, 2 jaar later. Want toen begon het een beetje stoom te krijgen. Om maar een woordspelling te gebruiken. Nee, maar ja, dat is ook gewoon een verschil. Kijk, daar wordt dan weer niet over gesproken. Kijk, na 30 jaar. Maar ja, er werden pas... Nou, het probleem is dat ze te ver gaan met iets dat het precautionary principle heet. Zo van, er zijn twijfels, dus doe maar helemaal niet. Ja, maar het verbieden heeft geen zin. Want als je wil dat mensen ziek worden,
dan moet je het gaan verbieden. Ja, mensen worden, ja, maar sowieso, mensen gaan dan terug naar roken. Daar is zeker weten van dat je daar ziek van wordt. Ja. Of COPD, of astma, of weet ik van wat voor longziektes allemaal. Longkanker. Maar ook slokdarmen, maagkanker kan je ervan krijgen. Keelkanker. Stelletje kanker. Alleskanker. Vul iets in, kanker. Nou ja, het meest voorkomende is longkanker. Longkanker met daarna een gevolg keel. Ja, ze hebben het hele pad van je luchtwegen. Ze hebben neus, keel, mond. En het bovenste gedeelte waar je speeksel ook mee in aanraking komt. Ja. Maar goed, het is roken slecht voor je. Ja. En het is ook slecht voor je tanden. Ja. En punt 2, mensen kunnen dan ook ziek worden doordat ze spullen van de zwarte markt gaan halen. Kijk, ik heb nu al reacties gehad van mensen van... ik heb het bij het tuincentrum VG zien staan. Kan ik dat gebruiken? Nee, niet doen. Maar dat soort dingen... Ja, maar dat soort dingen ga je wel krijgen. Ja. Als aroma's halen bij de apotheek. Ja, of bij de toko. Ja, hoestdrank aroma, want dat smaakt lekker. Ja. Of mensen die zelf gaan lopen prutsen met pepermuntjes oplossen in PG en zo. Koffie. Of mensen die cannabis gaan proberen op te lossen in PG. Dat soort dingen. Zodat je zeg maar, al die mijt en weet ik veel wat allemaal ook in je liquid hebt en die dan ook inademt. Ja, er is wel een manier waardoor je dus wel zeg maar wiet e-liquid kan maken. Maar dat wordt gedaan door een alcoholbasis. En dat is 95-99% alcohol. En dat doodt alles. Nog steeds een slecht idee. Ja, koop dan een vaporizer. Ja, gewoon zo'n heat-not-burn kruidenverdamper. Zo'n dry herb verdamper. Ik krijg tenminste nog een echte wietsmaak ook, zeg maar. Ja. Dus. En dat heeft ook geen last van andere mensen. Want Emiel kan niet tegen als er zeg maar een blootje wordt gerookt. In zijn omgeving kan er niet zo heel goed tegen. Valt wel mee, ik vind het gewoon meuren. Dat is hij eigenlijk. Ja, oké, maar als ik mijn vaporizer gebruik naast je op de bank, heb je er geen last van. Nee. Je ruikt het nauwelijks. Ja. Behalve als ik echt in jouw richting uitadem. Niet voor zijn we dat afdwalen. Ja, concentratie. Ja, dat is moeilijk. Ja. Maar goed, er was laatst ook weer een onderzoek. Zeg maar, de longartsbond, die NVALT, die halen dit onderzoek aan. Ja. Dus via het Dampforum. Ga daarheen, daar vind je een hoop informatie. En gaan ze alarm slaan. Omdat bij een studie muizen kanker kregen van echt massieve hoeveelheden. Ja, die waren dus 4 uur per dag blootgesteld aan damp. Maar dat was niet zeg maar damp van die neemt een hijsje en zet hem weg. Nee, dat was gewoon 4 uur lang achter elkaar continu damp. Ja, ze kregen een beetje wat waar wij zeg maar iets van 200 jaar achter elkaar voor moeten dampen, kregen zij in het hele onderzoek voor hun kiezen. Ja. Ja, dan gaat er wel wat mis. En er komt er ook nog een keer bij. Het zijn labmuizen en die zijn niet de gezondste. Nee. Dus eigenlijk als je dan gaat afvragen van... als je dan gaat onderzoeken naar de oorzaken van kanker, moet je die beesten niet gebruiken. Want die krijgen altijd kanker, die beesten. Ja, die beesten die zijn zo doorgefokt. Ja. Dat je dus inderdaad ook uit de testgroep heeft er dus een muis longkanker gehad. Ja, en punt 2, het was een hele kleine groep. Ja, het is zo'n ding wat nergens op slaat. Hij is ook ontkracht door de wetenschappelijke community, zeg maar. Maar de NVALT, die club van Thorn. Ja. Die zei van, ja, we gaan een alarmlijn voor 24/7 alarmlijn voor dampklachten inzetten, blablabla. Ja. Dit is paniekzaaierij. Ja, en sowieso, kijk, als ik naar mezelf kijk, als ik echt achter elkaar door blijf dampen, dus echt maar hijsje na hijsje na hijsje, zonder normaal aan te halen tussendoor, punt 1, dan krijg ik een nick high. Als ik dat doe met 0% nick... Ben je nicked out, dan word je misselijk. Ja, maar als ik dat doe met 0% nick, dan krijg ik het nog steeds wat benauwig. Ja, natuurlijk. Want je, die damp, die ja, door, er is toch net even een andere samenstelling als de lucht die je gewoon normaal ademt. Ja. Dus het is niet realistisch. Nee, sowieso op een... Niemand factor, dampt ook zoveel. Nee, maar het is ook de vraag of ze ook... dat ze dezelfde fout hebben gemaakt met het onderzoek laatst. Dat ze gewoon die dampers laten dryburnen. Ja. Het zal vast wel, want het is echt zo'n Dunning-Kruger effect. Dat is Dunning-Kruger effect betekent dat als je zeg maar
een onderzoek doet en eigenlijk niet de parameters weet. Dus dan doe je maar wat. Nee, maar, ze hebben maar wat gedaan. Ja, maar staat ook in het onderzoek hoeveel nicotine... Weet wel dat er nicotine in zat? Want dat hadden ze ook onderzocht. Ja. Waren één groep was, die werd een damp blootgesteld zonder nicotine... en een andere groep aan damp met nicotine. Ja, het is niet zo relevant hoeveel nicotine het was. Ja. Dat is echt niet relevant. Nee, maar oké, maar als je zo gigantisch veel nicotine binnenkrijgt... Ja, maar dit is elke als je 3, 6, 9, maakt niet uit. Het is altijd te veel. Het is echt niet relevant. Nee. En weet je wat ik nou het ergste vind? Dus als ze het ook willen verbieden om te zorgen dat jongeren niet gaan dampen. Als je ook kijkt naar hoeveel jongeren gaan dampen in de UK met dat onderzoek en in de USA. Dat valt reuze mee. Ja, in de USA gaan meer jongeren dampen, beginnen met dampen, dan in de UK. Waarom is dat? Omdat in de USA de nicotine veel en veel hoger is. Daar kan je letterlijk een nicotinebus krijgen van 2-3 heisjes. Omdat je 52% nicotine zit er in die juice. Maakt ook niet zo heel veel uit. Dat is het verschil tussen Groot-Brittannië en de UK. In de UK is het stigma weg. Ja, want dus dan is het niet stoer meer. Dan is het niet meer interessant. En ook van die jongens, maar hun merken juist, omdat ze juist zoveel voorlichten en het stigma weghalen... dat jongeren niet geïnteresseerd zijn. Tenzij ze willen stoppen met roken. Ja. Ja, en Desvape had laatst een leuke. Want Desvape is een YouTube kanaal. Maar die heeft ook een hele grote winkel in Canada. Winkels. En die heeft een winkelketen. En die hebben dus ook gekeken naar wat hun publiek dampt. In welke leeftijdscategorieën. En het bleek ook dat de jongeren tussen de 21 en de 25, of de 19 en de 25, ik weet niet precies wat de leeftijdsgroep was. Die is heel klein waarschijnlijk. Die dampen, dat was hun kleinste leeftijdsgroep die aanwezig was. Maar hun dampten voornamelijk hoge nicotineproducten. Ja. Terwijl je kijkt dat de grootste leeftijdsgroep was daar tussen de 35 en de 55. Voornamelijk mannen. Die van rook af willen komen. En die dampten voornamelijk tussen de 0 en de 6 milligram nicotine. Ja, om van het rook af te komen. Dat was 80% van hun klantenbasis. Ja. Maar die dampte ook voornamelijk smaakjes. Ja. Maar wat is het? Nog geen 10% van de klantenbasis dampt een tabaksmaak. Dus waarom zouden we smaakjes moeten gaan verbieden? Waarom zouden we dit moeten gaan verbieden? Dat is echt onzin. Dat werkt niet. Nee. Ja, dampen was... De Eveline van Acfora, die was op een obscuur kanaal van NPO, NPO Extra... Ja. Mocht ze met een longarts in discussie. Sowieso dat ze het wegstoppen op NPO Extra. Dat is... Ja, maar ja, wij hebben het wel gekeken. Waarom niet in Nieuwsuur? Wat meer mensen kijken. Maar we hebben het wel gekeken. En voor zover ik weet... heeft Evelien alle puntjes die Acfora heeft... alle standpunten, heeft ze wel kunnen zeggen... Ja, ik vond dat dit eigenlijk, waar dampen echt op de Nederlandse tv was, wel een van de meest gebalanceerde... Ja. Nou, ik vond wel dat Eveline best wel vaak werd afgekapt, hoor. En dat die longarts best wel vaak gewoon wel aan het woord gelaten werd. Ja. Maar longarts? Ja, in opleiding. Ze wordt gepresenteerd als een longarts. En er wordt even snel tussen neus en lippen doorverteld dat ze in opleiding is en nog 2 maanden moet. Dan ben je geen longarts. Nee. Volgens mij konden ze geen longarts vinden die met Acfora aan tafel wil. Waarom niet? Er zijn zoveel longarts in Nederland. Waarom wil niemand van hun met Acfora aan tafel? Waarom willen ze niet gewoon een gelijkwaardige discussie aangaan? Ik weet wel, ik heb wel een idee waarom. Het is waarschijnlijk het ERC. Dat is een EU-orgaan waar ook bijvoorbeeld longartsen onderdeel van zijn. Mm. En die trekken lidmaatschappen in zodra ze dingen samen doen met ezelfabrikanten. Waarom? Oftewel, als ze positief zijn over een e-sigaret, kan het hun carrière belemmeren. Dat vind ik echt belachelijk. Ja. Als je dus positief bent over een wetenschappelijk onderzoek, dat kan je ook omdraaien. Dus ze kunnen dus zeg maar je lidmaatschap intrekken als je zeg maar een of ander wondermedicijn hebt gevonden. Apparently. En is ook dat de onderzoeken die de longartsen vaak aanhalen, die komen vaak bij een tijdschrift, zeg maar een medisch wetenschappelijk tijdschrift, dat heet de Lancet, vandaan. En die krijgt de laatste tijd echt gigantisch op een flikker
de academia, omdat ze gewoon onzin wetenschap uitspuwen. Maar ze hebben tenure, zoals dat heet. Dus ja, mensen nemen die studies die daarin staan, die zijn onderdeel van het corpus van wetenschap, van gepubliceerde studies. Maar er staat gewoon wetenschap waarvan ik denk van, hoe komen ze hierbij? Ja, net zoals die wetenschap waar Hans het laatst over had. Dat als je de cijfersbakken optelt, dat het meer was dan... dat soort studies staan in de Lancet. Dat is echt dat is waardeloos. Dus als je wetenschapper bent en je kijkt hiernaar... als je een studie van de Lancet tegenkomt, reken het na. Ja. Doe net als dokter Varselinos. Die pakt die onderzoeken en die probeert ze te repliceren. Die probeert dezelfde waarden te krijgen. Vaak in de methodologie haalt hij dan al de studie onderuit. Omdat dingen kloppen niet. Of er worden aannames gedaan. Met een conclusie wordt naar een conclusie toegewerkt. In plaats van dat ze open-minded ergens ingaan. Ja. Dus het spul wat daar staat, het slaat echt fucking nergens op. Maar na het nieuws. Dan zetten ze inderdaad zo'n piepjong kuikentje tegenover Eveline. En die presentatrice die liet die longarts vaker aan het woord. Maar Eveline heeft wel alles van zeg maar het 95%. Ja, maar ze lieten Eveline wel uitpraten als ze met een tegenargument kwam of uitleg gaf. Ze kreeg meer spreektijd dan... Ja, dat heeft ze moeten forceren. Ja. Maar het ging niet van harte, zeg maar. Maar oké, het is niet zo erg. Maar het was aan de andere kant, het was wel weer weggestopt op NPO Extra. Ja. In een programma waar ik nog nooit van had gehoord, ja. Na het nieuws. Ja. Het is weer iets. Stel je voor dat Eveline die blies die longarts wel een beetje weg. Ja. Met argumenten. Maar stel je voor dat het op de mainstream terecht kwam. Ja. Maar het hele zootje van NVALT, het is ongeloofwaardig. Maar ik zal even een link naar het filmpje hieronder inzetten. Het is het eerste item, dus... dat was onderzoek van Radar. Die enquête, daar is de uitslag van geweest. Dus die hebben we... even kijken... Hier. Zo, ik heb ons even naar beneden geplaatst. Want anders kon je de bovenste kop niet lezen. Positief over de e-sigaret als stophulp, maar is toch zorg om gezondheid. Ja, als je dat ding leest, dan zie je eigenlijk alleen maar negatieve reacties. Een paar positieve om het toch wel ongezond. Ja, maar die hebben dan wel weer een negatief. Ja, ze hebben eigenlijk waarschijnlijk alleen tussen de negatieve commentaren lopen grasduinen. Ja. Het is echt, ook als je die cijfers bij elkaar zet, dan denk je maar even van, jongens, waar zijn jullie nou mee bezig? Ja. E-sigaret wordt door ruim 2/3 van de ondervraagde ex-gebruikers aangeraden als hulpmiddel om te stoppen met roken. Weinig gebruikers melden gezondheidsklachten. Nou, het begint positief. Toch maken veel mensen zich zorgen om de effecten van de e-sigaret op de gezondheid. Want ook een e-sigaret bevat schadelijke stoffen. Ja, en dat is de verplichte paniekzaaierij. De vraag of de e-sigaret verboden moet worden, zijn de deelnemers aan het onderzoek precies verdeeld. Ja, dat lijkt me ook. Dus mensen stoppen met roken met dampen en die willen dan de e-sigaret verbieden. Ja. Dus dat is zeg maar zo'n... Er is, gestoord. Eigenlijk het enige waarvan ik wel vind is dat er veel meer gedaan moet worden om te zorgen dat jongeren niet gaan dampen zonder eerst gerookt te hebben. Ja, dat is heel simpel. Dat is maar gewoon dat, zorgen dat gebeurt dat, al. Zorgen dat je maar sowieso, het kan beter door bijvoorbeeld dampartikelen niet bij de Primera te verkopen. Of in de supermarkt. Ja, of in, niet in de supermarkt, de Primera wel, want in principe controleren ze waar die Primera ook heel goed op levert in verband ja, met ze, ja, maar ze geven geen voorlichting daar. Nee. Dus dan zeg ik ook van daar weg. Ja, want ook wat in het onderzoek ook staat, is dat de mensen die klachten hebben, die een slechte ervaring met een e-sigaret hebben,
hebben klachten zoals duizeligheid, hoofdpijn, keelpijn. Ja, verkeerde voorlichting. En dat komt echt door verkeerde voorlichting. Te hoge nicotine of niet verteld worden dat je je coil moet vervangen. Ja. Dat je hem moet wegleggen. Weet je wel, dat je niet achter elkaar door kan blijven dampen met een Q16. Ja, dat soort dingen, dat wordt je niet bij verteld in zo'n Primera. Maar ik vind niet dat. Kijk, ik vind wel dat je bij Primera te koop moet kunnen aanbieden. Omdat dat voor mensen een makkelijkere stap is om over te stappen. Het is alleen dat. Ja, of anders moet dat personeel gewoon opgeleid worden daarover. Ik vind gewoon dat als dampen een betere naam krijgt, dan kunnen Primera's iemand aannemen die verstand heeft van dampen, die dat dus inderdaad fulltime erbij kan doen. Dat doen ze niet. Dat doen ze niet, want de Primera die zetten misschien één of twee man achter de balie. En natuurlijk heb je ook andere werkzaamheden, maar... Ja, maar leid die mensen gewoon op. Vertel hoe zo'n ding werkt, of laat ze het proberen, of als ze roken. Ja, of heb alleen iemand op zaterdagmiddag erbij of zo. Van, weet je, als je nee, meer informatie wil, kom zaterdagmiddag langs, dan wordt alles uitgelegd. Want als alleen op één dag van de week, dan mensen kopen door de week ook die dingen. Ja, en dan worden ze ook niet voorgelicht. En dan heb je weer hetzelfde gezegd. Nee, maar dan kan je wel zeggen van, hey, heb je nog vragen, kan je op die en die dag langs. Dat doen mensen. Die mensen kopen ze apparaten, lopen de deur uit. Maar dat is sowieso ook met online aankopen. Heel veel mensen kopen het inderdaad, hun eerste apparaat kopen ze online of bij de Primera. Ja. Dat is ook gewoon zo'n puntje van, ja, online verkopen, ja of nee? Ja, tuurlijk wel. Maar online, hoe controleer je iemands leeftijd? Ja, dat is lastig. Misschien, dat je iets met registratie, dat je een kopie van je ID moet opsturen of zo. Ja. Of zoiets doen ze in Duitsland. Dus er valt wat op te verzinnen, maar dat moet ook beter. Ja, of je moet je gewoon inderdaad met een kopie van legitimatie. Of je moet je in de winkel registreren. Dat je in de winkel een account kan aanmaken en dat je daarna online kan bestellen. Ja, maar dat je ook bijvoorbeeld met zo'n lidmaatschap ook een beetje kan garanderen dat mensen ook eerst wat lezen over de e-sigaret. Ja. Of een filmpje te zien krijgen over hoe die dingen werken. Waar dus bijvoorbeeld in wordt verteld van, je moet dat ding schoonmaken, je moet de coils vervangen, eens in de zoveel tijd en dat soort dingen. Dat gewoon de simpele newbie stuff dingen. Ja, dampen 101. Ja, dampen 101. Eigenlijk zouden wij gewoon een filmpje moeten maken en die naar alle dampwinkels moeten sturen. Gewoon een filmpje van een paar minuten waarin de basis uitlegt van dampen. Ja, maar dat is volgens mij, als je dat even wat professioneler laat doen, dan is dat volgens mij wat beter. Want anders heb je gewoon twee mafkezen zoals wij die mensen wel even vertellen hoe het werkt. Ik geloof niet dat wij echt, stralen wij autoriteit uit? Geen idee. Wat vinden jullie? Laat het even in de comments achter. Nee, maar oké. Maar dan bedoel ik ook een filmpje van 5 minuten. Dus dat we inderdaad een half uur materiaal hebben. Dat ik erin ga lopen knippen en plakken. En dat we uiteindelijk gewoon een heel net, slick filmpje krijgen. Ik word natuurlijk ook steeds beter in editen. Ja, je mag van mij proberen. In ieder geval is het wel leuk voor dit kanaal. Echt gewoon dampen 101. Dampen 101. Kijk, ja, we hebben heel veel beginnersinfo gedaan. Voordat je gaat dampen, kijk dit. En in het Nederlands natuurlijk. Tuurlijk. Zo, kunnen we bijvoorbeeld eerst, voordat je gaat dampen, 1. Vervang je coil regelmatig. 2. Kies de juiste vloeistof. Kies de juiste vloeistof, et cetera. Nou, daar moeten we even een keer over brainstormen. Ja. Dus als jullie daar ideeën over hebben, commentaar daar. Dus dan staat wel heel erg op dat nare radarartikel. Ja, maar die zet ik ook even in de link hieronder. Ja, kan je het nalezen. Ja. En verwonderen over de idioterie die daar tentoonstelt. Ja, hoe ze de positieve cijfers verdraaien naar negatieve antwoorden. Ja. Het is ook, dat zou ook zijn eigen award moeten krijgen. Ja, nee, er zijn ook op Twitter, het is echt irritant. Ja. Ze hebben dat onderzoek van die muizen kwam ook weer naar boven. De Volkskrant had erover geschreven. Ja. Er zullen mensen halen die Volkskrant artikel aan waar dat verschrikkelijke onderzoek in stond. En natuurlijk, damp-twitteraars die meteen dat de debunker onder posten zo snel mogelijk. Ja. Het is echt, het is aanpoten. Want het is,
ja, ze zijn paniekzaaien vanwege Stoptober. Ja. En als je wil stoppen met roken, dampen is gewoon best wel effectief. Stoppen met roken, ja, wij zeggen altijd gewoon, als je cold turkey kan stoppen met roken, moet je dat gewoon doen. Probeer het. Maar als dat niet lukt en als je al meerdere pogingen hebt gedaan, kies voor de e-sigaret. Weet je, het is gewoon een minder schadelijk alternatief die je kan helpen met stoppen met roken. Het heeft voor heel veel mensen geholpen. Het is een stuk lekkerder, je stinkt niet meer. Je gaat uiteindelijk alle voordelen en ook de enkele nadelen merken. Nadeel als in, je ruikt meer. Ja, dat is een nadeel. Ja, vooral zomers. Ja, loop je een kroeg binnen. Hey, hallo. Ja, maar dat is trouwens wel minder. Want ik heb wel gemerkt dat sinds het rookverbod kroegen wel beter schoonmaken. In het begin, toen het rookverbod net was ingegaan, kwam je een kroeg binnen en toen rook je echt heel vaak nog schaal bier. Maar dat is in de jaren echt wel een heel stuk minder geworden, hoor. Ja, dat je toch wel merkt dat ze vaker de vloer poetsen en dat soort dingen. Volgende maand hebben we geen vlog, want dan zijn we op vakantie. Ik ga wel een bunch filmpjes opnemen, zodat ik wel gewoon kan uploaden. Ja, we gaan naar... even kijken. We gaan naar Warschau. Ja. Heel misschien komt er een filmpje online, maar we gaan er niet vanuit. We gaan zeker wel wat dampwinkels daar bezoeken. En dat opnemen. En dat ook wel een beetje opnemen. En dat komt dan misschien dat we dat met de livestream gaan behandelen, ja, of zo. Volgens Evelien was het daar fantastisch voor dampers. Dus. Ja. Maar ja, wij gaan lekker 2 weken naar Warschau. Dus, en we zijn er dus dan ook 1 november. Dus ja, sorry. Ja. Of in ieder geval 2 november, 3 november, wat is het? 3 november volgens mij, dat is zondag. Maar, ja. Maar we zijn er sowieso volgende week met onze livestream. Want we zijn met de vlog een week te laat. Maar de livestream gaat gewoon normaal tijd door. Dus volgende week hebben we onze livestream om 19:30. We zullen kijken of we deze keer van tevoren kunnen aankondigen. Dat werkt wel een stuk beter, hebben we gemerkt. Ja. Kijken of we er iemand bij kunnen krijgen ook. Maar dat zien we dan alweer. Ja. Maar dat zien we. Dat is iets voor. Dat zoeken we nog wel even uit. Ja. Anders doen we het gewoon met z'n tweeën. Alle vragen die op YouTube worden gesteld, die gaan we ook met de livestream behandelen. Ja. Jullie zien mij aankomende week nog terug met de Scarlet. Jullie zien mij komende tijd ook nog een keertje terug met de update over de Cosmo. En ik ga Vampire Vape reviewen, dus dat zat voor mij in de planning. Hebben we nog één dingetje? Smaak van de maand. Ik had van Big Mouth. Sinaasappel en guava ben ik nu mee bezig. Ja, die was erg lekker. Ja, en ik had een vloeistof gemaakt met aardbei, kiwi en watermeloen voor jou. En die was erg lekker. En ik ben zelf bezig met sugar coconut cookie met van Vampire Vape, zo'n one shot. Met een beetje TPA sugar cinnamon cookie erbij. En de lemon pie van Circus. Dat is een hele verrassing. Hij is niet super zoet. Hij is lekker fris. Maar de lemon pie van Circus, dat is ook een one shot. 15% moet je mengen. Maar ik vind het een aangename verrassing. Hij heeft voornamelijk veel citroen. Met een hintje taart. Maar hij is lekker fris. Ik vind hem echt super lekker. Ik heb volgens mij... en de cactus die ik in mijn Cosmo had gedaan. Ja. Dus okay. Dat waren mijn smaakjes. Oké. Okay. Maar dat was weer voor vandaag. Oh, je hebt een nieuwe mod. Ja, die komt ook van de week wel een keertje voorbij. Ik heb nieuw en ik heb hem al in gebruik genomen zonder hem eerst uit te pakken. Maar ik kon niet wachten. Mm. Hij is zo super stoer. Ik kon niet wachten met hem uitpakken. Dus ik heb hem... ik ga gewoon een uitpakfilmpje gelijk met wat mijn ervaring is filmpje maken. Maar die komt volgende maand. Als ik terug ben van vakantie. Ja. Of misschien dadelijk. Weet ik nog niet. Binnenkort. Ik wil het eigenlijk als verrassing houden. Maar hij is cute. Hij is van Freemax. Twister. Je kan, het is een stick. Maar je kan hem wel... Hier onderin zie je het ook. Kan je hem van wattage veranderen. Dus dat is wel echt super fijn in gebruik. Dus je kan hem zelf een beetje instellen. Hij gaat van 85 watt of zo. Over Joytech had zo'nzelfde systeem de hele tijd terug. Maar dat was weer voor vandaag. En jullie weten het. Stop met roken en ga dampen. En elke damper is een roker minder.
Vond je het filmpje leuk? Like het. Wil je meer zien? Abonneer je. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je een melding als we nieuwe filmpjes online hebben staan. Heb je nog vragen of opmerkingen? Kan je ze hieronder achterlaten. En natuurlijk ook via onze website en Facebook. En op onze website hebben we tegenwoordig ook een donatiepagina, mocht je ons willen steunen. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer weer. Bye bye! Dag!